We zijn andersom begonnen. We wisten hoe we wilden werken, we wisten wat we uit wilden dragen. Alleen hoe vind je een pand wat daar nou precies bij past? In een eerste stadium hebben we super intensief samengewerkt. Wij wilden graag een omgeving creëren waar we met verschillende bedrijven onder één dak konden zitten. Maar waar we wel een omgeving hadden dat we ook het maximale uit elkaar konden halen. En zo is het eigenlijk ontstaan. We hebben gewerkt voor de architecten met een briefing. Een briefing die uitgaat van behoeftes van gebruikers. Dat is zo belangrijk. En dat is dus wat we samen met Juno hebben opgezet. Van een werkomgeving, een kantooromgeving, een gebouw voor eigenlijk moderne creatieve bedrijven in hun branche. Nou, we hebben elkaar redelijk snel gevonden. Juno was ook op zoek naar die oude fabriekshal, maar begreep direct wat onze gedachte was en onze filosofie en dat wij daar toch wel graag iets bijzonders van wilden maken. Uiteindelijk wat we hebben gedaan is die ambitie vertaald in een gebouw en een inrichting. De gedachte was centraal trappenhuis, voorzieningen delen, eigen identiteit. En de architect heeft dat vertaald in een gebouw wat een middenschip kent met allemaal boxjes die aan dat middenschip hangen. Nou, geweldig, goed gedaan. Dat je in één gebouw zit, maar constant eigenlijk met elkaar in aanraking kan komen. We zitten nu in de kern van het gebouw. Dat noemen wij dan het publieke gedeelte. Dat is ook een hele grote trap door het hele gebouw heen. Dat is eigenlijk de ader van het hele concept. Iedereen maakt hier gebruik van. De lift hebben we ook expres in het gebouw onzichtbaar gemaakt, bijna. Dus dat mensen met name ook met de trap gaan. Weer langs elkaars werkomgevingen komen en elkaar dus ook weer tegenkomen. We bevinden ons momenteel in de brasserie. In de brasserie is het echt een bijenkorf. Het is niet alleen een plek om te zitten, te eten, te drinken en het gezellig te hebben, maar het is met name een plek om elkaar te ontmoeten en dus ook kennis willen delen met elkaar. En daardoor zie je dat er ook hele mooie samenwerkingen gaan ontstaan tussen de pandbewoners zelf. Dat tegenkomen is een belangrijke vertaling van een van de ambities die we hadden. Leren van elkaars expertise, samenwerken. Wat voor type bedrijven komen hierop af? Bedrijven die openstaan voor andere manieren van werk. Waar mensen blij worden om naar hun werk te gaan. Waar je een soort van energie krijgt om op je kantoor te zijn. Dat is lekker. En die bedrijven die dat zien, die zitten hier. Creative Valley is voor mij, maar ook voor de mensen bij ons, een enorm positieve drive geweest. Je merkt dat je met heel veel plezier naar je werk gaat. Nou ja, wij zijn heel blij dat YouMeet in Creative Valley is gevestigd. Wij merken dat het echt heel goed samenwerkt. Wij krijgen veel klanten binnen via de rondleidingen van onze medebewoners. Met andere woorden, de uitstraling van het pand door gebruik van gebruikte materialen, de spullen die erin staan, de manier van communiceren onderling, ja, dat werkt enorm versterkend voor ons. We hadden een architect op bezoek en die vertelde, joh, ik heb het gevoel dat hier alleen maar aardige mensen werken. Ja, dat is natuurlijk fantastisch dat je in een omgeving werkt waar heel veel reuring is, waar veel gebeurt en waar de communicatie met de mensen gemakkelijk verloopt. En een pand, dat draagt daadwerkelijk heel veel bij. Uit ervaring weten we natuurlijk dat de werkomgeving een hele sterke factor kan zijn in het beïnvloeden van gedrag van mensen. En nu we weer over zijn gegaan naar dit nieuwe gebouw, zien we het ook weer bij onszelf daadwerkelijk gebeuren. Namelijk dat mensen vinden het leuk om hier te komen, mensen krijgen weer energie ervan. Een kritieke succesfactor bij nieuwe manieren van werken is het gedrag van medewerkers. Voor ons, voor Juno, was het niet nodig om naar de overgang naar dit gebouw zeg maar, mensen echt mee te nemen in de verandering. Dat komt omdat wij al jaren digitaal werken. Onze managers hebben ook al jaren geen eigen werkplek meer. Zijn ook echt heel goed in het geven van het voorbeeld hoe het moet. Juno is tot het kantoorconcept gekomen door het eigen werk, ons eigen werk, eerst te analyseren. En het resultaat daarvan was een briefingsdocument die we aan de architect hebben gegeven. Dat niet alleen functionele eisen in zich had, maar daarnaast ook eisen wat betreft de sfeer en de relaties die verschillende werkplekken tot elkaar hebben.
omdat je een kantoor wilt hebben dat alle mogelijke werksituaties in zich heeft. Je wilt geen gangetjes met verschillende hokjes staan, maar een dynamisch, amorf geheel. Dit zijn de persoonlijke lockers van de collega's. De plek waar ze hun spullen kunnen neerleggen. Het is ook de enige plek waar ze hun spullen kunnen neerleggen. Wij werken digitaal. We hebben dus weinig archief tot geen archiefruimte meer. We werken in één digitale werkomgeving. Waarin we al onze documenten opslaan. Die werkomgeving is benaderbaar hier in kantoor, maar ook als we bij de klant zitten. In dat opzicht staat eigenlijk de IT bij ons in teken van vrijheid. Vrijheid in waar je wil werken, wanneer je wilt werken. En met welke apparatuur en welke middelen je wilt werken. Nou, het mooiste resultaat van Creative Valley is dat alles eigenlijk hier klopt. De ICT, de huisvesting en de manier waarop mensen met elkaar werken is mooi één geheel. Wij noemen dat Bits, Bricks en Brains. En dat is eigenlijk de basis van onze filosofie en ons concept. Dus dat werkt hartstikke goed. Met meest trots ben ik erop dat zowel Juno als wij extreem tevreden zijn met het resultaat. Het geven van verantwoordelijkheid, vertrouwen en vrijheid aan medewerkers, dat echt enthousiasme oplevert en trotse medewerkers oplevert. Zodanig zeg maar ICT op het gebouw aangepast is en het gebouw op de ICT. Als je hier bent, ben je thuis. Dan voel je je een beetje als thuis. Dus als je hier thuis bent, dan heb je het over bewoners. Dan heb je het niet over tenants. Mensen zijn enthousiast als ze hier binnenkomen. Maar als ze hier een sessie gehad hebben, zijn ze eigenlijk nog enthousiaster. Ja, ik ben het meeste trots op dat het hier helemaal gelukt is rondom nieuwe manieren van werken. En dat we dat onze klanten kunnen laten zien en klanten kunnen rondleiden en enthousiast maken.